Ze zal waken over 211 schilderijen en meer dan 500 tekeningen van de hand van Vincent van Gogh. Emily Gordenker, zij is de nieuwe directeur van het Van Gogh Museum. Ze is hier. We zijn blij dat u uw eerste televisie-interview in uw nieuwe functie hier geeft. Gefeliciteerd. Heel veel dank en fijn om weer terug te mogen zijn. Ja, ja, want u was hier al eens eerder als directeur van het Mauritshuis. Toen ging het over een meer politieke discussie, hoewel we daar zo meteen ook op komen. Even die schatkamer waar u nou de baas van bent, want dat is het. Een geweldig lopend museum, dat is het ook. 2,1 miljoen bezoekers per jaar, geloof ik. Ik noemde net al die schilderijen van Vincent van Gogh die u in bezit heeft. Dat is natuurlijk prachtig, schatbewaarder zijn. Maar kun je dan ook nog iets toevoegen? Kun je nog iets veranderen? Kun je nog iets doen? Ja, dat was de vraag wat ik mezelf stelde toen ik werd benaderd door de headhunter over deze baan. Ik had zeer naar mijn zin met het Mauritshuis. Ik ben ook een specialist in de 17e eeuw. En ik dacht, ik ga alleen maar ergens naartoe als ik denk dat ik een verschil kan maken. En toen ben ik mij gaan verdiepen. En inderdaad, ongelooflijk professionele organisatie. Ja. Geweldig gerund. Zeker. En wat is dan het verschil dat u kunt maken? Want ja, dat zegt u net. Nou ja, dat was eigenlijk, kwam uit de stukken bij de sollicitatie. Hè, de profile krijg je dan. Mm-hmm. En daar stond iets in over graag balans vinden tussen de artistieke en de commerciële. Dus, en dat is iets waarvan ik denk, dit is razend interessant. Want laten we niet vergeten, het is een museum in Amsterdam. Met inderdaad die prachtige collectie. En het eerste mandaat van alle musea. Bezoekers zijn heel belangrijk, maar is die collectie. Die moet je bewaren, die moet je veilig houden, die moet je bestuderen. Ja. En daarnaast, en even belangrijk natuurlijk, die bezoekers. En dat zijn er al 2,1 miljoen, kunnen er nog meer bij? Maar eigenlijk? Het gaat niet altijd alleen maar over zoveel mogelijk mensen de deur in krijgen. Het gaat ook over, en de missie van het Van Gogh Museum zegt het ook, zoveel mogelijk mensen inspireren, verrijken. En dat kan bijvoorbeeld ook via internet. Kan je op allerlei manieren doen. Ja. En je kan ook kijken naar je gebouw. Wil je die groter maken? Wil je die anders indelen? Er zijn allerlei mogelijkheden. En ik vind het heel. Ik zit er maar één week, maar ik duik er al meteen in. En zelfs trouwens op dat gebied van het oeuvre van Van Gogh gebeuren er nog dingen, nieuwe dingen. Er is net ontdekt, hè, dat die Noorse Van Gogh, zal ik maar zeggen, die in een museum in Noorwegen is, dat toch een echte is, een echte Van Gogh. We zien hem hier even. Heeft hij geschilderd in de tijd dat hij in een psychiatrische inrichting zat. Hè? In 1889, Saint-Rémy de Provence. Ja. Prachtig schilderij. Met de blik. Ja, dat zeggen alle commentatoren natuurlijk ook. De gekwelde blik van iemand die misschien wel psychotisch is. Ja. Nou ja, dit is echt zo'n voorbeeld van ook een belangrijke functie van het Van Gogh Museum. Het is niet alleen een museum met prachtige dingen, maar het is ook een onderzoeksinstelling. En het is eigenlijk de autoriteit op de schilderijen van Van Gogh, met alles wat er tegenwoordig bij komt kijken. Heel geavanceerd technisch onderzoek, al die brieven. Laten we niet vergeten, het Van Gogh Museum heeft die brieven. En dat is een bron. Ja, als specialist in de 17e eeuw, waar ik jaloers op was altijd. Want het zegt heel veel. Nou, als je dat allemaal samenbrengt, en dat is ook één van de dingen die wij ook claimen als Van Gogh Museum, dat is echt een autoriteit. Ja. En dan zie je dat mijn nu collega's naar Oslo gaan en dit ook vertellen, met alle respect van de wereld voor deze specialisten. Toch is het ook, denk ik, niet in alle opzichten een makkelijke functie die u krijgt. Nee. Zeker ook in maatschappelijk opzicht, want er zijn discussies. Neem bijvoorbeeld de aankoop, niet zo lang geleden, door het Van Gogh van deze Degas. Edgar Degas, impressionist, zelf noemde zich realist, 19e eeuw, badende vrouw. Er is over dit schilderij, vertelde uw conservator, mevrouw Rosa de Carvalho, discussie geweest, net voor uw tijd, binnen het Van Gogh. Moeten we een blote vrouw, deze blote vrouw, aan de muur, moeten we dat wel willen? Hoe kijkt u daarnaar? Even voor de goede orde, het was een aankoop van het Van Gogh Museum. Ja, dat zei ik toch al? Per ongeluk het Rijksmuseum, maar dat maakt niet uit. Nee, niet kwalijk. En dit is ook een van de aankopen die belangrijk is, want het museum gaat over Van Gogh en zijn tijdgenoten. Hè? Ja. Dus die context schetsen. En dit was een inspirator van Van Gogh, Degas. Heel belangrijk. En als je ook kijkt, kom kijken iedereen op zaal. Het hangt nu. Het is een kwetsbaar stuk. Het is op pastelpapier, dus dat gaat niet helemaal. Dus kom maar kijken. En dan zie je omringd door die schilderijen van Van Gogh, dan zie je die wisselwerking. Waar Van Gogh naar keek, penseelstreek, kleurgebruik, compositie enzovoort. En dan hebben we het over het onderwerp hier, hè. Dat is waar we het nu over hebben. Dat die discussie plaatsvindt,
of je dit nou wel of niet zou willen ophangen, is belangrijk. En waarom zeg ik dat? We hebben gezien in mijn tijd, ik werk nu 12 jaar als museumdirecteur, dat de musea eigenlijk steeds en met toenemende mate midden in de maatschappij zitten. Ik kreeg het mandaat toen ik begon. Maak het toegankelijker. Ja. Weet je, daar hadden we het allemaal over. Culturele ondernemerschap, daar hebben we het nu bijna niet meer over. Maar dat zit gewoon goed. Want de musea hebben het goed gedaan. Dus, een hele MeToo-discussie. Een hele discussie over of vrouwelijke naakten wel geschikt zijn voor alle mensen van alle culturen die binnenkomen. Die moet je tackelen, moet je bespreken en moet je bewust van zijn in die eigenlijk overweging of je iets gaat kopen. En ik ben heel blij om te zeggen dat Van Gogh Museum het gekocht heeft. Ja. Voor allerlei redenen. U exposeert het dus ook graag. En tentoonstelt. En ik ben ook blij dat wij het hierover hebben. Want zo krijg je meerdere blikken, perspectieven op zo'n kunstwerk. En daar worden we toch allemaal beter van. Toch zo'n discussie over dit schilderij. Deze vrouw die aan het baden is en misschien op een... Ja, je zou misschien kunnen zeggen wat voyeuristische manier bekeken wordt door de schilder. Zo'n discussie. Ik denk niet dat we die 15 of 20 jaar gevoerd zouden hebben. Dat klopt. Het is helemaal veranderd. Zijn we preutser geworden? Nou, er is... En die polarisatie die we zien in de hele maatschappij, bij allerlei onvonden zie je dit ook gebeuren. Dus er zijn mensen die zeggen, absoluut niet. Het is een voorbeeld. Het Metropolitan Museum heeft een schilderij van het kunstenaar Balthus. Ja, die hebben we. Laten we even kijken naar die Balthus uit 1938. Daar zien we een 13-jarig meisje. Nou, dit is best wel, laten we eerlijk zijn, een provocerend schilderij voor sommige mensen. Een puur meisje die zo zit. En er is een petitie geweest onder een aantal moeders uit New York. Het hangt dus in New York. En die zei, dat moet van de muur. Wat vindt u daarvan? Nou, dat is hun recht om dat te vinden. En wat moet het museum daarmee? Moet je het dan meteen van de muur halen omdat je bang bent voor een rechtszaak? Kan je doen. Maar je kan ook zeggen, dit is een interessant vraagstuk. Dat speelt in de maatschappij. Wij zijn een museum. Dit is een plek waar wij nu zijn. Dus voor een plek voor bezinning, voor discussies, een beetje diepgang. Laten wij die rol innemen. En dat zie je bij heel veel musea nu gebeuren. Waar het vroeger, en ook niet zo heel lang geleden, een beetje een plek was van... meneer, gaat u maar zitten. Ik ga u vertellen wat mooi is en waarom dat zo is. Naar een plek waar je zegt van... wat vindt u ervan? Wij willen graag in discussie met u. Dus u zegt, zo'n schilderij zou ik niet van de muur halen als het in mijn museum zou hangen. Maar ik zou, zoals dat museum in New York ook gedaan heeft, er iemand bij zetten die de discussie aangaat met eventuele bezoekers die dat willen. Maak er gebruik van. Ja, dus de veranderende moraal in de samenleving, zoals op dit gebied, die komt ook in het museum binnen. En u zegt als directeur, dat moet je niet tegengaan. Toch leidt het wel tot een vraag. Namelijk de vraag, is kunst minder autonoom geworden? Is de vrijheid, zoals we misschien de afgelopen decennia hebben aangenomen... dat de kunstenaar die heeft, de artistieke vrijheid... is die opeens onderwerp van discussie geworden? Of opeens geleidelijk misschien wel? Ik denk het niet. Ik denk dat meer de functie van de musea is aan het veranderen is... Dus het is nu een plek... Ik heb heel erg geprobeerd bij het Mauritshuis bijvoorbeeld... misschien kunnen we dat voorbeeld ook aanhalen. Dat was een hele discussie een paar jaar geleden. Daarom zat ik hier ook een paar jaar geleden... over het koloniale verleden van Johan Maurits... de bouwheer van het museum. Mm-hmm. En we hebben de opstelling over hem dus in de vaste collectie veranderd... waardoor een buste naar het depot ging... En daar was een enorme ophef over. Ja. En wat hebben we toen gedaan? We hebben gezegd, laten we dit onderwerp gebruiken, dit moment gebruiken. Dus het is heel erg gepolariseerd, dat begrijpen we. Het staat iedereen in zijn recht om te vinden wat hij of zij vindt. Maar er is ook een grijs gebied tussen die twee uiteinden. Ja. En daar willen we gaan zitten. Of het nou een MeToo-discussie is of iets anders wat om ons heen speelt. Wij kunnen daar als museum wel een plek zijn waar je daarover nadenkt. Waar je nieuwe inzichten kan krijgen. Nog een voorbeeld. Ook uit uw tijd als directeur van het Mauritshuis. Heel interessant. Portret van Mary Stuart. Ja. Met naast haar een zwarte bediende... Portret uit, wanneer was het? 1664. Daar wordt het op gedateerd. 4 jaar na haar dood, overigens. Het is postuumportret. Dit riep ook reacties op. Ik begreep dat er een Amerikaans echtpaar in het museum was... die hel en verdoemenis gepreekt hebben toen ze dit zagen. Nou, het was eigenlijk nog net iets anders.
Het was rond die tijd dat we de ophef hadden over het buste. Dus ik liep veel op zaal. Dat moet je als directeur... Nou, we kunnen het hebben over de functie van de museumdirecteur. Je moet echt alles doen. Mooi. Maar ik liep op zaal om even te zorgen ook dat de beveiliging goed in zijn vel zat. En er stond een van de beveiligers, stapte ik op af. En ik zei, nou, hoe gaat het? Met mij gaat het goed, hoor. Het is een prachtige jonge man uit Suriname, een mooie donkere huid. Een van uw beveiligers in het museum. En hij wilde maar niet zeggen waarom hij dat zei. En kwam het verhaal uiteindelijk na 10 minuten doorvragen dat hij op zaal stond naast dat portret. En dit echtpaar waren op hem afgestapt. En die hadden gezegd, you have to get that off the wall. Ik ben Amerikaans, dus ik kan het zo zeggen. Ik merk het. How can you let this happen? En dat is voor, dus het is niet alleen de verantwoordelijkheid van het museum, maar de bezoekers spelen hier ook een rol in. En deze man die doet zijn werk uitstekend. En zijn werk is om te beveiligen, niet om te kiezen wat er op de muur hangt. Nee. Het is bovendien ook... En stel je nou voor... En dat heb ik ook tegen hem gezegd. En ik mag dit verhaal van hem ook vertellen. Okay. Ik heb hem gevraagd. En hoe voelde hij zich bij dit schilderij? We hebben latere discussies gehad over inclusiviteit in het museum, onder de medewerkers. En hij begon er toen zelf over. Namelijk? En dat, wat hij zei hij? Hij vertelde dat verhaal wat ik met pijn en moeite uit hem had gehaald, vertelde hij zelf. En dat is een prachtig voorbeeld van hoe je ook intern een plek kan creëren waar mensen dit soort dingen kunnen uitwisselen. En hij voelde zich meer op zijn gemak. En moet je als directeur rekening houden met de gevoelens van in dit geval een Surinaamse beveiliger die bij een schilderij staat waarop een duidelijk ondergeschikte zwarte bediende bij een blanke koningin staat. Dit zijn de zaken waar je als directeur rekening mee hebt te houden? Dagelijks zaken. Ook interessant over dit schilderij. Het was in Bruikleen, een tentoonstelling. Een van de conservatoren kwam heel boos naar me toe. Want het was uitgeleend en er was niks in die tekst over... Het was alleen maar over Mary Stuart, maar niet over de zwarte bediende. Hij zei, 5 jaar geleden had ik dit nooit gedacht en nu wel. En zo zie je die oude schilderijen, of ze nou uit die periode zijn of uit de 19e eeuw van Van Gogh. Ze leven nog steeds, ze laten ons nog steeds engageren. En dat is ons werk. Dus ook hier is uw devies, ga de discussie aan, leg het uit, toon de context. Ja. En probeer niet het oordeel van nu te vellen over wat toen is gemaakt. Klopt. Maar dan toch nog weer een stap verder. Ja. Je kunt ook als museum zelf een standpunt innemen. Je kunt, zoals Rijn Wolfs deed van het Stedelijk Museum, een tweet de wereld insturen waarin staat, wij steunen de anti-Zwarte Piet activisten. Hij zegt het iets anders, maar daar komt het op neer. Hij vindt dat je als museum, hij wilde het zelfs heel graag, een standpunt kunt innemen in een maatschappelijke discussie. Vindt u dat een goed idee? Het kan. Ik denk dat het heel erg van het onderwerp afhangt. Mijn eigen gevoel is, ik ben meer geïnteresseerd in dat bredere idee van inclusiviteit. Daar is Van Gogh Museum bijvoorbeeld uitstekend mee bezig met een 4-jarig project Van Gogh Verbindt. Waardoor het museum in samenwerking gaat met bijvoorbeeld Daily Paper om mensen van biculturele achtergrond mee te nemen in het verhaal. Okay. En daar, want, dus mijn aanpak is minder standpunt innemen, maar meer begrip creëren voor elkaar. Meer begrip creëren. Maar wat hier gebeurt, is dus wel degelijk een standpunt innemen. Ja. Is een interessante ontwikkeling. Ja. Want je kan zeggen, zoals bijvoorbeeld kunstcritica Anna Tilroe zei in een stuk in NRC, ja, een museum is een facilitator, een spreekbuis voor de vrije geest. Ja. En op het moment dat een museum zelf een standpunt inneemt in een beladen politieke discussie, dan belemmert het misschien wel die vrijheid van geest. Dat zou kunnen. En daarom ben ik zelf meer van het faciliteren. Je ziet het ook... ik kan een heel ander voorbeeld aanhalen. In Amerika zijn heel veel discussies gaande over de board members. Dat zijn zeg maar toezichthouders, maar ze zijn meer dan dat. Want het zijn vaak ook geldschieters. Sponsors, ja. Sponsors. Ik wou hele ingewikkelde... Wij zitten in Nederland wat dat betreft wat rationeler in elkaar. Maar goed, een board member van de Whitney Museum, het is vaak de meeste meer hedendaagse musea die hiermee te maken hebben, die was mede-eigenaar van een bedrijf die iets met de wapenindustrie te maken had. Storm en drang, die man is uiteindelijk afgestapt als board member omdat er zoveel weerstand was. Dus je kan hier ook wel zien, daar moet een museum dan wel een standpunt innemen. Als dat zo oploopt, is die man nou geschikt als board member of als sponsor? Ja.
wat dat betreft, want ik dacht al, ja, we hebben het over al deze lastige keuzes, ja, voor u als museumdirecteur. En we hadden het nog niet eens gehad over sponsors. U noemt het zelf nu ook. British Museum bijvoorbeeld wil niet dat BP, de oliemaatschappij, betrokken is, ja, bij een expositie over klimaat. Ja. U heeft zelf, als directeur van het Mauritshuis, heeft u Shell binnengehaald als trotse sponsor. Ja. Er is op dit moment zelfs een Royal Dutch Shell vleugel in het Mauritshuis. Ja. Zou u dat nog een keer doen voor het Van Gogh? Met Shell specifiek? Ik denk dat het erg van afhangt wat de verwachtingen zijn. Aan beide kanten. Wat voor het project het is, of het geschikt is of niet. Shell doet waanzinnig wetenschappelijk onderzoek. Op dat front kan het heel interessant zijn. Maar dit is een hele lastige keuze. En iets waar je heel bewust over moet zijn om in te stappen. Zo kan je dat ook zeggen. Bijvoorbeeld in ook weer een Saksische wereld over Sackler. Dat zijn de mensen... Ja, nee, maar dat begrijp ik. Ik heb geen tijd om Sackler in te gaan. Maar eventjes over Shell. U zegt het is een hele lastige keuze. Het was het niet. Maar mijn vraag was eigenlijk, zou u het doen nog een keer? Nog een keer. Ja. Nogmaals, ik denk dat je echt... dit is een één-op-één afhangen. Ik ga niet ja zeggen, maar ik ga ook niet nee zeggen. Want ook in het context. In Den Haag, Shell is de grootste werkgever, behalve de overheid. Er zijn hele lange verleden met dat museum. Dus dat speelt ook mee in de afweging. Ja. En wat misschien ook wel meespeelt, is dat u natuurlijk als museum de concurrentie moet aangaan met allerlei zeer kapitaalkrachtige partijen. De miljonairs, miljardairs uit Abu Dhabi, die ook graag die Van Gogh willen kopen, of dat werk van Degas, of noem maar op. Dus het is een dure grap, hè? Een tentoonstelling, dat kost heel veel geld om dat te maken. Dus die geldschieters, u heeft ze ook wel nodig. Dat is waarom het zo'n ontzettende lastige vraagstuk is geworden. Ik denk dat het ietsje nogmaals minder ingewikkeld is dan het Anglo-Saksische wereld hier. Maar veel dingen komen deze kant op. Dus ik moet me daarop voorbereiden. En over een paar jaar bent u jarig, althans het museum. Wordt dan 50. Ja, nee, dat zou een rare uitspraak zijn als het over u ging. 2023, Van Gogh Museum, 50 jaar. Daar gaan we echt knallen. En dan komt er een mooie aankoop natuurlijk. Nou, we gaan het meemaken. U zit op het vinkertouw. Ja, je kan niet naar de winkel om iets te kopen. Hè. Het werkt niet zo anders. De collectie is van zo'n fantastische kwaliteit. Je kan niet zomaar even boodschappen gaan doen. Hè. Je moet zich voordoen. Iemand moet bereid zijn om het te verkopen. Maar we hebben zeker een verlanglijstje. Dus we gaan ermee aan de slag. Maar je spreekt toch de schatbewaarder. Maar er is ook, ja precies, en de wetenschapper. En maar er is zoveel leuks te doen in dat jaar. Van tentoonstellingen tot programma's door heel Nederland. Ik ben er mijn eerste week daar al mee begonnen. Succes. Heel veel dank. En bedankt.